Mijn naam is Gerben Dijkstra. Ik ben verzamelaar van brandweermateriaal. En dat doe ik nu inmiddels zo'n dikke 30 jaar. En dat is een beetje een uit de hand gelopen hobby. En zodoende is dit museum ontstaan dat ik thuis mijn spullen niet meer kwijt kon. Heb ik hier mijn eigen museumtje in Sluiskil. Hoe ben je daar zo aan begonnen? Ja, ik ben daar helemaal opgegroeid, want mijn vader zat ook bij de brandweer. En mijn opa zat bij de brandweer. En zo begint dat. Ik begin met een autootje en dan komt er nog een autootje als kind zijn er natuurlijk. Ja, op een duur kwam ik zelf in de brandweer. En dan kom je op beurzen terecht en bij andere korpsen, die hebben emblemen van hemzelf. Die hebben oude helmen liggen die ze weg willen gooien. Ja, dat is toch wel leuk. En ja, zo begint dat. En ja, dan krijg je als op een gegeven moment dit als collectie. In Amerika, in 2012, stage gelopen met de brandweer van Denver. En daar heb ik ook spulletjes van natuurlijk. En dat is een hele mooie ervaring geweest. En hebben we een week meegedraaid op de kazerne van Denver. En daarna zijn we nog een week als toerist door Amerika getrokken. Wij zaten daar op Station 1, op de hoofdkazerne. Kazerne die de meeste uitdrukken heeft. En de mensen daar ook in, op die kazerne, ze deden alles voor ons. We wouden foto's maken van de auto's. Hup, weer een stuk van de weg afgezet. Auto's buiten gezet, zodat we foto's konden nemen. Alles werd voor ons gedaan. We hebben daar bezoeken gebracht aan de vliegveld op Denver bij de brandweer daar zo. We zijn op de 9-11 centrale geweest. We hebben in de werkplaats geweest. We mochten mee op de uitrukken. Overdag en s'nachts. Dat was gewoon een geweldige tijd. Dat was in Terneuzen, Café de Piraat. Op 19 januari 1987. Dat was mijn eerste brand die ik meemaakte in het korps Sluiskil. Dat was een grote fik. Heel de café is toen uitgebrand. Dit is een speciaal verzameling in mijn verzameling. Dit gaat allemaal over 9-11. Iedereen weet nog wel toen dit gebeurde waar die was. En dat is een stukje verzameling in verzameling. Ik ben ook twee keer in het museum geweest in New York. En dat is heel, heel indrukwekkend om daar rond te lopen. Ook buiten het museum daar is heel indrukwekkend. Want je loopt dat toch in de tuin bij het kerkje waar de eerste gewonden binnengebracht zijn. En dat is wel een hele bijzondere ervaring. Dat is een blusboot, die heb ik vorig jaar of twee jaar terug iemand gekregen. Die man die vaart niet meer mee, die zegt, ik schenk hem maar in het museum. Anders gooi ik hem weg, hè. Dat is toch zonde. Dan is het toch leuk dat er mensen naar je denken die spulletjes wegdoen. Zo heb ik in dit museum al heel veel spullen gekregen van mensen die zeggen van, ik heb nog wel iets liggen. Dit is de prijzenkast van brandweer Philips uit Terneuzen. Die man die heeft het mij geschonken, want ze wilden het allemaal weggooien. Die zei, ik weet er een veel betere plaats voor. En die heeft het geschonken aan het museum hier bij mij. En natuurlijk ontiegelijk leuk. Die zijn er mensen van Philips toevallig geweest. Die zei, hey, dat is leuk. Dat is onze prijzenkast geweest. Nou, dit zijn petten van mijn opa, van mijn vader en van mezelf. Dit zijn Poolse spulletjes die ik gekregen heb. Dat is een Duitse pet, dat is ook een Duitse pet. En die pet is van een oude commandant Vermeulen uit Sluiskil. Dit zijn koperen spulletjes, een verdeelstuk, dat is tegenwoordig van aluminium. Een broekstuk, een emmerspuit. Daar werd vroeger de water in gedaan, dat is eigenlijk de voorloper van de brandblusser. Deze etalagepop is aangekleed als brandweerman in het uitdrukpak. Dit is een helm. Zijn ademluchtbescherming, zijn fles hangen op zijn rug, zijn pak, zijn safety, zijn laarzen, alles bij hem. Zo had een brandweerman een brand in. En dat is allemaal brandveilig? Dat is allemaal brandveilig. Dit is een oude poederblusser uit 1960. Die is ook hier ook weggegooid ergens op een bedrijf. En die is geschonken ook aan mij. Dus die ben ik op eens te halen en daar doe ik verder niks aan. Die heb ik alleen maar schoongemaakt, maar ik ga hem niet opnieuw verven, want dan is de oudheid eraf, dan is de sfeer eruit.
Dit moet gewoon blijven zo het is. Dit is een riem. Daar hing vroeger een touw aan, een bijl. Dit is een slangenverband. Als de slang lek was, en die heb je nog tegenwoordig, kon je hier op de slang doen, je klekt hem dicht en de slang lekt niet meer. En deze brandblussers? Ja, dat is ook brandblussers die ik gewoon gekregen heb. Dat zijn wat de gangbare van tegenwoordig nog. Dit is een waterkanon. Hier komen de slangen op. Komt hier het water door en je kan alle kanten opspuiten om grote branden te blussen en om te koelen. Dit is ook weer, die kom je een beetje bij de auto's natuurlijk die ik ook verzamel. Dit is dan een stuk kaars, red van de film Kaars. Dit is een stukje uit Euro Disney, het originele embleem uit Parijs van de brandweer van Euro Disney. Heb ik daar van een brandweerman gekregen. Hier hebben we verschillende Lego brandweerauto's staan. Daaronder staat het Playmobil gebeuren. Dat is natuurlijk ook heel veel speelgoed Playmobil. Ja, dit is ook weer een kast natuurlijk met brandweerauto's. Hier staat ook wat Playmobil in, wat modernere auto's. Hier staan blikken brandweerauto's. Daar staan houten brandweerauto's. Hier staan nog wel eens oude van Tonka ertussen. Daar van boven staan er verschillende soorten helikopters. De brandweer heeft ook blushelikopters. Hieronder staan echt van oude modellen. Toch wel bij de jaren 40, 50, 60. Dus dat is eigenlijk al heel oud. De waarde weet ik er niet van, want voor mij is iedere auto evenveel waard. Want als iets gebeurt, ben ik natuurlijk een groot gedeelte van mijn verzameling kwijt. Deze kast staan eigenlijk allemaal Amerikaanse brandweerauto's. Verschillende modellen. Hier zie je de film van Backdraft. Daar heb ik de video en de videoband van. Maar ook een maquette die gemaakt is. Ik kwam die tegen op internet. En ik heb die overgekocht van iemand. En er zitten allemaal spulletjes uit Amerika. De hond erbij, dat komt in Amerika, hebben ze de Dalmatier. Is de hond van de Amerikaanse brandweer. En dat komt uit vroegere tijden. Die was geschikt om de paarden te begeleiden als die mee pompen liepen. Die konden de honden konden de paarden in het gereel houden, zodat de paarden veilig over de weg konden. Ja, in deze kast staan zo ongeveer een 800 verschillende brandweerauto's. Van verschillende types, verschillende groottes. Dat is natuurlijk een kapitaal dat hier staat. Dus niet geld uit te drukken. Hoe kom je er allemaal aan? Vroeger als ik nog vrijgezel was, ging ik naar beurzen. Nu doe ik er meestal één of twee op een jaar. Als naar een beurs, en op een rommelmarkt. En ook van vakantie natuurlijk. Hè. Ja, dat heb ik net al verteld met een uniform. Dit zijn spulletjes van THW. Hun helm, hun petten, hun baret. Hier verschillende modelletjes. Je kunt zien dus dat ze dus inderdaad brandweervoertuigen hebben. Ja, en dan het verzamelobject spulletjes. Hè. Ik bedoel, een winkelwagenmuntje, een spijltje. Dit zijn pepermuntjes. Het Playmobilmannetje. Ja, ga zo maar verder. En zo kom je het ook weer aan een verzameling van een Duitse collega's. Daar ligt de vlag opgevouwen van THW. Dit zijn allemaal verschillende straalpijpen. Deze voor de hoge druk, deze voor de lage druk. Met Belgische koppelingen, Nederlandse koppelingen. Ja, dat zijn allemaal oudere modellen. Tegenwoordig is het dit spul in de vorm van, ik zeg het altijd, een pistool. Ze noemen het ook een bluspistool. Dat is natuurlijk niet voor niks, maar dit zijn gewoon de oudere modellen die we vroeger hadden. Dit is een draagbare pomp. Die heb ik gekregen van iemand uit Sluiskil. Die is niet helemaal compleet meer. Dat is gewoon in de auto's, brandweer zitten pompen van achter. En dit is een draagbare pomp. Zo ziet ieder in het miniatuur dat hij helemaal compleet is. Dit is van 1972. Dit is ook weer kopergrief. Dit zijn opzetstukken, tegenwoordig zijn ze ook van aluminium. Dit zijn lantaarns, die werden vroeger door de brandweer gebruikt om als licht. Tegenwoordig natuurlijk hebben ze lichtmasten op de auto's zitten. Dit is een leren blusemmer, die werden in de jaren 20, 30 gebruikt. Ja, deze helmen die jullie ziet, deze vier, die heb ik tot nu toe gedragen in mijn brandweercarrière.
Dat zijn natuurlijk hele oude deze. En dan ben je wel beschermd, maar niet uit de mat. Hier ben je al meer beschermd met deze aan de zijkant, helemaal dicht. Deze helm zit al een hitteschermpje in. En deze natuurlijk nog moderner. Er zit weer een veiligheidsbril ingemaakt. Ja, in deze kast staat toevallig ook het eerste stuk uit mijn verzameling. Deze brandweerauto miniatuur is mee begonnen. Dat is een vliegtuig brandweerbestrijding. Ja, tegenwoordig zit natuurlijk dames bij de brandweer. En uitgaansuniformen hebben we natuurlijk. En dit is een soort, ja, dit is damespet. Het is eigenlijk een soort bolhoedje voor de dames, voor het nette pak. Maar als we brand gehad hebben natuurlijk, is het ook wel interessant dat de inwendige mens wordt versterkt. En zodoende zijn natuurlijk ook verschillende bierpullen op de markt. In Hulst hebben ze ook een biertje gebrouwen van de brandweer. Ik weet niet wie het gebrouwen is. Hier staan verschillende drinkpullen van allemaal brandweer. Hier allemaal verschillende speltjes, flesopeners, sleutelhangers. Hier zelfs een hele twee rekjes met vingerhoedjes met allemaal afbeeldingen op van de brandweer. Dit zijn een spaarpot, boekjes, kaarten, poppetjes, de sleutelhangers, een schuifspel. Oude mensen onder ons kennen nog wel. Met de pont van Sluiskeel. Met de pont van Sluiskeel erop. Als het maar brandweer is. Dat is allemaal brandweer. Er zijn allemaal verschillende aanstekers, lucifers, waar brandweermateriaal op staat. Dit is van een suikerzakje uit van de brandweer van Parijs. Dit zijn buggels van, voor op een riem. Dat is een riem. Ik heb er hier ook zelf een aan. Op een riem. En die kan ik wil. Kan ik even verwisselen. Steek er weer een andere op. Het is een tatoeage van de brandweer. Die heb ik gezet als eerbetoon aan de omgekomen brandweermannen. Dat staat in 343. Dat zijn het aantal omgekomen brandweermannen bij de aanslagen in New York. Die armband is ook van de brandweer. Dat is de nagedachtenis aan de brandweermannen die omgekomen zijn in heel de wereld bij het uitoefenen van hun taak. Op mijn been, op mijn onderbeen, heb ik ook een tatoeage laten zetten. De nagedachtenis aan de aanslagen van 11 september in Amerika. Dat zijn de drie brandweermannen die de vlag hijsen op de brokstukken op het World Trade Centrum. Ja, dat ben ik zelf. Je kunt zien, ik ben in dienst gekomen in 1987. Dit zijn de medailles die je krijgt als je verschillende jaren in dienst bent. Dit is de vrijheidsbeeldingsmedaille van 10 jaar. Deze is van 12,5. Die is 20 jaar. Die is 25 jaar. En die is 30 jaar in dienst. Ja, dat is mijn vader. Die heeft in dienst gezeten van 1965 tot 1997. Die is ook al overleden. En ik heb zijn medailles, waaronder ook zijn koninklijke onderscheiding, hier ook in het museum ophangen. Daar zitten verschillende sprinklers. Je kunt zien, er zit een vloeistof in. Die springen kapot bij een bepaalde temperatuur. En dan gaat de bussing in een bedrijf in werking. Deze zijn bimetaaltjes. Die smelt het metaaltje weg. En dan gaan ook de sprinklers aangaan. En daaronder? Dit zijn verzamelobjectjes. Dat zijn verschillende brandweermannetjes van een bepaalde serie. Ik heb ze nog niet allemaal. En dit zijn miniatuurtjes van de schaal 1x87. Dat is heel klein. Zelfs nog veel kleiner. Dat is voorbij het spoor. De mensen die treintjes hebben, zullen het ongetwijfeld herkennen. Want de meeste spoorbanen hebben ook een brandweerkazijn erbij staan. Dit is uit de boeken van Kuifje. Dit is de brandweerauto uit de serie Kuifjes. Dit zijn verschillende slangensleutels. Ik zal er even eentje afhalen. Die kan je dus, als je de koppelingen niet goed in elkaar krijgt of niet goed loskrijgt, zet je die op de koppeling. En dan kan ook iemand mijn sleutel met op de slang. En die kun je vastdraaien of losdraaien. Ja. En dit zijn winkelwagenmuntjes. Iedereen kent die wel. Die heb ik ook van de brandweer, dus die hangen bij mij ook in mijn verzameling. En die stropdas? Dat is een stropdas. Daar hangen allemaal speltjes op. Dat zijn allemaal dasspelden. Speltjes, vroeger werd natuurlijk bij alles een speltje uitgegeven. Kijk, je zit er ook van de brandweer.
Je bent, daar staat een brandweermannetje op, dit is van Matchbox. Er staat ook een brandweerautootje op. Ja, dit zijn allemaal verschillende soorten stickers van de brandweer. Van bedrijven, van andere brandweerkorps uit Nederland, België, Duitsland, weet ik wel zo waar vandaan komen. Dit zijn verschillende brandweeremblemen ter nagedachtenis aan de aanslagen in New York. Dit is een t-shirt uit Amerika, heb ik laten overkomen. Dat was toen 15 jaar geleden dat de aanslagen geweest waren. Dan hebben ze toen een t-shirt laten maken, ik zou dat willen hebben. Dit bord heb ik ook weer iemand gekocht. Ter nagedachtenis is het ook aan 9/11.